Oké, vandaag staan we voor het Closed Hotel De Zoete Moeder in Den Bosch. Het is ongeveer 10 minuten lopen van het centrum en ik neem jullie vandaag even mee. We staan hier nu voor het bekende beeldje van het klooster. Dit beeldje geeft Maria met een kind op de arm weer. Dit beeld is waarschijnlijk een cadeau van de architect van dit gebouw. In 1923 zijn de plannen voor dit gebouw gemaakt. In 1928 zijn ze begonnen met de bouw van het gebouw. En in 1929 is het gebouw opgeleverd. In 2004 verloor het gebouw zijn functie als klooster. Tegenwoordig is het een werkplaats voor jongeren en tevens sinds 2001 is het ook een rijksmonument. In de jaren 80 van de vorige eeuw is het klooster gerenoveerd. Tijdens de restauratie- en renovatiewerkzaamheden zijn aan beide kanten van het gebouw panelen toegebracht, waardoor er sprake is van een goede akoestiek in het gebouw. Ook zijn tijdens de restauratie de glas- en loodraampjes stuk voor stuk schoongemaakt, zoals je hier kunt zien. Hendrik Willem Valk, de architect, heeft in dit klooster kenmerken van de Amsterdamse schoolstijl gebruikt. De decoratieve bakstenen die de ramen omlijsten zijn samen met de in- en uitspringende geveldelen voorbeelden van deze stijl. In de Tweede Wereldoorlog hebben hier mensen ondergedoken. Door bombardementen is het glas in lood geknapt. De mensen die hier ondergedoken hebben uiteindelijk glas en lood, nieuw glas en lood teruggegeven aan de zoek. Houdoe!